Hallo allemaal, ik ben Katja en ik hou van oogschaduw en van lipstick. Welkom op mijn kanaal. Als je hier voor de eerste keer bent, hartstikke leuk. En als je een terugkerende kijker bent, hoi, welkom terug. En ik hoop er weer wat gezelligs van te maken. Dit is weer een make-up date. Ik loop een beetje achter, jongens, want ik heb een tijdje dit elke week gedaan. Soms elke 2 weken. Volgens mij is het nu al 3 of 4 weken geleden, dus ja. Ik loop natuurlijk achter. Het is een illusie om te denken dat ik nu in 1 keer in minder dan 1 uur tijd, laten we wel wezen, dan helemaal bij kan raken. Dus wat ik nu wil doen is eigenlijk het hoogst noodzakelijke, zal ik maar zeggen. Dus de merken die ik echt even wil noemen. Maar wat ik ook wil doen, even in afwijking van vorige make-up dates, is ook een klein beetje make-up haul. Want omdat ik nu wat achterloop op de nieuwtjes, is er wel een bijkomend voordeel, want sommige dingen heb ik inmiddels gekocht en ook al binnen. Hè? Dus waar ik normaal gesproken misschien zou hebben gezegd, nou ik ga dat kopen, heb ik het al gekocht en kan ik het ook laten zien. Of, nou, zo. Dus ik heb hier ook wat dingetjes liggen die ik dadelijk even allemaal ga laten zien aan jullie. Voordat ik verder ga, even graag weer wat aandacht voor de achtergrond. Dit is weer een van de schilderijen van mijn moeder. Dus laat vooral ook een comment achter, want ik laat het haar lezen. Als je het leuk vindt, daar wordt ze heel blij van. Nou, oké, let's start. Even kijken, ik begin even met een paar dingen die ik heb gekocht en ook die nieuw zijn. We beginnen even met Viseart. Viseart is een van mijn favoriete merken. Met name omdat hun matten echt een van de beste van de business zijn. Hun shimmers zijn ook goed. Alleen ja, iets minder opvallend soms dan bijvoorbeeld, noem maar weer eens wat merken. De indie brands of Natasha Denona, la la la. Maar zijn wel mooi hoor. Ik bedoel, maar zij richten zich ook wel op echt, zeg maar, fashion make-up. Dus het moet allemaal heel aan de ene kant haute couture kunnen zijn. Dus met felle kleuren. Maar aan de andere kant moet het ook heel subtiel kunnen zijn als je een klassieke look wil maken. Dus hun shimmers zijn niet dat je ze vanaf de maan ziet of zo. Hè? Dus het is niet zo als sommige indie brands dat je echt als je je ogen dicht doet gelijk. Nou, dat is met Viseart niet zo, maar hun matten zijn echt uitstekend. En zij hebben allerlei serietjes van vormen en soorten en maten van paletten. Een van die series is de Petit Four serie. Dat zijn van deze hele kleine paletjes. Er zitten 4 schaduwtjes in. En ze hebben nu 4 nieuwe uitgebracht. Ik laat het intussen ook achter mij zien, of naast mij zien bedoel ik. En dan zie je ook wat swatches voorbij komen en zo. Trouwens op een lichte en een donkere huid. Dus kijk ook vooral naast mij. Maar ik heb hem dus ook live, zal ik maar zeggen. Dus dit is het doosje. Heel schattig. Ze gaan allemaal met zo'n klepje open. En niet schrikken, maar hij is leeg bij mij. Bij mij. Hij komt natuurlijk vol, hè jongens. Maar je kan de pannetjes eruit wippen. Dat heb ik al in iedere video's ook gezegd over de Viseart oogschaduw. Dat geldt voor al hun grote en kleine paletten. De oogschaduw kan eruit. En bij Viseart doe ik dat ook altijd. Dus ik laat je dadelijk even zien waar ik er dan mee gebleven ben. Maar ik dacht, het is ook wel leuk om even te laten zien. Zo ziet dat er dus uit. Dit is helemaal magnetisch. En je ziet hier ook een inkepingtje, zeg maar. Dus dan kan je heel makkelijk met een pinnetje of een wippertje of weet ik veel wat. Iets duns. Zo. Dan wip je ze er zo uit. En er zit ook altijd een mooi plastic dekseltje op. Dat vind ik fijner dan zo'n folietje wat ze er altijd los op leggen. De oogschaduwmerken. Want die gooi ik altijd weg. Want dat gaat altijd scheef zitten. En dan piept het weer ertussenuit. Of het valt eruit. Dit is echt een dekseltje. Dus die kun je er echt... dan moet ik het wel goed doen. Kijk, die past er gewoon zo op. En dan blijft die ook zitten. Dus, en dat hebben al hun paletten. Dus ik vind dat erg leuk. Uiteraard bewaar ik deze doosjes. Ten eerste zijn ze hartstikke leuk, hartstikke mooi. Maar ze zijn natuurlijk ideaal om te reizen. En hier kan je natuurlijk nu elke kleurcombinatie in doen die je wil van deze maat. Ze hebben wel verschillende maten, dus je moet even kijken. Mijn advies zou ook zijn, als je van plan bent om hiervan gebruik te maken, dus van die pannetjes en zo, en je moet nog beginnen aan Viseart, begin dan even met een serietjes die allemaal dezelfde maat pannetjes hebben, want dan kan je ze ook leuk wisselen. Dus dat even Viseart en de swatches. Dit specifieke kwartje, want ze hebben er dus 4 met die blauwe en neutrale kleuren. Daar zijn ze zeker niet de eerste en de enige in. Ze geven, er zijn verschillende merken die niet alleen kwartjes uitbrengen, maar ook nog in blauw met neutraal. Dus ik laat hier even, ik begin even bij Colourpop. Dat is een van hun kwartjes. Dit is hun Aquarius kwartje. Zij hebben een hele serie met sterrenbeelden recent uitgebracht. Dus 12 kleine kwartjes. Allemaal heel erg leuk. Goede kwaliteit. Een van de betere reeksen bij Colourpop van goede kwaliteit. Maar hier zie je dus eigenlijk bijna hetzelfde kleurverhaal, maar dan iets warmer.
Dus ook dat het hele lichte blauw, een wat donkerdere blauw en dan twee neutrale, wat deze van Viseart dus ook heeft. En hier zie je er eentje van ZC, als jullie dat merk nog kennen. Ik heb inmiddels geloof ik zelfs 3 video's gemaakt over ZC paletten. Dus er is ook een afspeellijstje van als je nieuwsgierig bent. Dat is een Aziatisch merk met redelijk betaalbaar, nou best wel heel betaalbare oogschaduw van hele goede kwaliteit. Niet te vergelijken met de, zeg maar, de euro oogschaduw. Hè. Dus echt wel de betere kwaliteit Aziatische make-up. Dus dat is ZC. Dus dit is, zij hebben ook 4 kwartjes uitgebracht. Hun thema is ijsjes. En dit is een van die kwartjes. Maar daar zie je ook hun interpretatie van blauw en neutraal. Aziatische make-up is altijd wat subtieler dan die bij ons. Dus die hebben eigenlijk zelden echt felle kleuren. Laat ik zeggen, de wat meer traditionele, klassieke Chinese make-up merken, die zijn meer zo. En dat komt ook omdat de mode in Azië, in ieder geval op dit moment, ook subtiele lichte oogschaduw is. Dat wil niet zeggen dat het niet gepigmenteerd is. Hè? Het wil alleen zeggen dat ze een lichte, ja, lichtere kleurstelling kiezen. Ik heb een tijdje overwogen om deze te bestellen, want ik vind hem wel heel mooi. En ik vind het ook leuk om van ZC oogschaduw te sparen, zeg maar. Maar ik heb het niet gedaan, omdat ik twijfelde. Want ik dacht, ja, dit is wel heel licht. Dus ik heb me er niet aan gewaagd. Maar goed, ik dacht, dat zijn wat leuke voorbeelden van vergelijkbare of enigszins vergelijkbare blauw met neutrale kwartjes. Nou heb ik nog steeds niet laten zien de oogschaduw zelf. Dat zou ik bijna vergeten. En ik heb mijn Viseart oogschaduws allemaal in een oogschaduwpaletboek zitten. Dit zit ook in andere video's van mij, met name in de zelf palettenbouw video's. Kijk ook maar even op het afspeellijstje hierboven als je daar nieuwsgierig naar bent. En die heb ik hier neergezet. Nou zou je zeggen, hey, het zijn er maar 3. Klopt, want ik heb intussen ook een palet gemaakt waar onder andere deze blauwe in zit. Maar goed, hè, dus dan, het gaat mij even om dat je weet waar ik mee gebleven ben. Dus ik bewaar dit dan wel als palet bij elkaar, maar in een groter paletboek, zodat ik altijd al mijn Viseart oogschaduwen bij elkaar heb. Je ziet ook dat deze maat hetzelfde is als deze maat. En dit is van hun Etendue-serie, maar groter is dan deze maat. En dit is van hun Edit-serie. Dit is bijvoorbeeld de Dark Edit, om maar even te noemen. Dus hè, dan weet je even waar je op moet letten als je ook in wilt verdiepen. En het palet waar die blauwe dan nog in zit, dat is dit palet. Hartstikke mooi kleurverhaal, vind ik. Dit is een kleurverhaal van Scott Barnes, het Glamazon palet. Dat kost iets van 80, 90 euro voor 20 schaduwen. En ik dacht, ik ga dat maar eens even zelf maken. Dat scheelt me weer 80, 90 euro, want deze oogschaduw had ik al in huis. Dit is eigenlijk allemaal Viseart oogschaduw, behalve die 2 kleine rondjes. Ik heb hem even een beetje recht gedaan, want ik dacht ineens, hé. Maar en die 2 kleine rondjes zijn van Tammy Tanuka. Tammy Tanuka verkoopt natuurlijk ook grotere pannetjes zoals deze. Maar ik vond dit zo schattig. Dat is ideaal om uit te proberen. Dus dit zijn uitprobeer oogschaduw bij mij. Ik heb dit hele palet trouwens ook op vandaag. Dus ja, ik moet zeggen, ik vind het een heel leuk kleurverhaal. Ik heb het al 3 keer achter elkaar opgedaan. En ik moet ook zeggen, want dit waren dus uitprobeersels, Tammy Tanuka hier. Ik heb deze 2 nu allebei op. In mijn binnenste ooghoek en eronder heb ik deze bovenste zitten, die wat lichtere. Je ziet ook dat het zijn allebei duochroom. Dus ik zal even proberen met een beetje, ja, ik hoop dus dat hij het vangt. Nou ja, er zit een beetje paarsig, zeegroenig, nou ja, van alles. En op mijn ooglid zit nu deze. Dat is ook een beetje lavendel met blauwachtig. Ja, ik weet dus ook niet of hij dat dus pakt. Maar nou ja, in ieder geval, ik moet zeggen, ik ben er erg van onder de indruk. Dus het is fijne oogschaduw. Ik had gelijk de neiging van, ik koop alles wat ze hebben. Goed, dat is gewoon een gedachte, hè, die ik heb. Dat ga ik niet doen. Althans, niet in 1 keer. Oké, maar nou vergeet ik het weer. Ik word iedere keer afgeleid om mezelf. Maar donkere basis met een blauwe shimmer erop. Een blauwe metallic-achtig. Ja, ik doe maar een beetje zo, want ik weet nooit hoe dat op beeld eruit ziet. Dus dit is dus die blauwe hier, deze. Die van dat kwartje is. Nou. Dus dit was aankoop nummer 1. Wat ik ook heb gekocht van Colourpop is al een tijdje geleden overigens. Jullie herinneren het je misschien nog wel als je, nou ja, misschien ook niet, hè. Maar in ieder geval, laat ik zo zeggen, ik heb het in een eerdere make-up date genoemd. Het Colourpop It's a Mood palet, dat uitkwam. Dat was een paar updates geleden. En toen zei ik van, hey, dit komt eraan. Ik heb dat toen besteld in een aanbieding. Ik heb jullie wel eens uitgelegd, als je flink van de aanbiedingen gebruik maakt, want je moet bij hun altijd wel BTW en inklaring en zo betalen,
Maar als je slim bent, dan zorg je wel dat je boven het verzendkostendrempel uit bent. Want dat scheelt je dan weer een hoop geld. Dus nou ja, alles bij elkaar gerekend zijn dit dan eigenlijk toch nog wel hele betaalbare paletten. Als je wacht op de aanbieding. Dus deze heb ik ook in de aanbieding gekocht. En dit is het It's a Mood Palet Live. Dus echt. En ik vind het eerlijk gezegd mooier nog dan ik het al op het plaatje vond. Op het plaatje vind ik het wat vlakker, wat platter. Dan zie je dat het... Ja, dat vele levendigere kleuren zijn. Het is een heel mooi herfstpalet, vind ik zelf. Met ook echt een paar duochromes erin. En ook bij Colourpop kun je de pannetjes er weer uitwippen. Dus ja, ideaal om je eigen paletten te bouwen of in ieder geval te gebruiken in eigen paletten. Dus ik ben hier, ik heb het al een keer opgedaan. En ik moet zeggen, dit is dezelfde kwaliteit als dat hele kleine kwadje wat ik jullie wel eens heb laten zien. Ja, die heb ik nou weer niet gepakt. Die zit in een andere video van mij, maar ik doe hem even hiernaast. Daar vond ik toen al van wow, Colourpop is altijd al wel gewoon, hè, wel goed. Maar dat is wel heel goed, vond ik dat kwadje. En het viel mij op toen ik deze gebruikte. Deze heeft ook die kwaliteit. Dus het is net alsof ze hun formulering hebben verbeterd of zo. Maar ja, het is echt wel hele goede oogschaduw aan het worden nu. Dus ik ben hier heel tevreden over. En een andere van Colourpop die ik heb gekocht is Orchid You Not. Eigenlijk is het Orchid You Not, hè, dus de klemtoon, maar het is een woordspeling. Dus het moet een beetje klinken als I kid you not. Dus daarom zeg ik or kid you not. Nou ja, bla bla. Dit is een heel mooi diep paars palet. Heel erg mooi vind ik dit ook. Ik val op donker gekleurde paletten. Er zit meestal toch wel een wat lichtere in. En het is vaak moeilijk om juist... Ik ging met mijn nagel erin. Ik geloof dat ik met mijn nagel erin ging. Ook echt weer wat voor mij. Ik zal even mijn hand hier houden. Het is vaak lastig om meer dan één donkere, echt donkere kleur te vinden in een palet. Dus nu hebben ze een helemaal donker palet uitgebracht, ook nog in een kleur. Hè? Want je ziet het nog wel eens in bruin of zo, of in zwart-grijs. Maar dit vind ik wel heel mooi. Ik heb ook hun rode palet, die Wine & Only, maar en dan deze nog erbij. Oh, heel mooi. Ik laat de swatches inmiddels ook zien. Ik heb bedacht dat dat eigenlijk wel veel slimmer is dan dat ik zelf alles swatch. Ik zal het nog wel een keer blijven doen hoor, dat swatchen, maar... Dit is eigenlijk wel zo makkelijk. Er zijn heel veel mensen die zich helemaal suf-swatchen op internet. Ja, of mijn swatches daar nou zoveel aan toevoegen, weet ik niet. En ik doe hun naam erbij. Dus het zijn allemaal Instagram-accounts. Dus je kunt ze volgen, deze mensen. Hè. Die doen een leuke make-up account. Dus nou, dat. Speaking of Colourpop, blijf ik nog even. Dan ga ik nu eventjes naar een nieuw palet wat ze net hebben aangekondigd. Waarvan ik denk, ja... En vraag me niet waarom, want het slaat helemaal nergens op verder. Maar ze hebben The Mandalorian uitgebracht. En ik ben een Star Wars fan. Ik word daar helemaal blij van. Want ze hebben al eerder een Star Wars palet uitgebracht. En dat is deze, The Child. Dus dat is Baby Yoda. En jongens, dat gaat me niet meer om de oogschaduw. Dit gaat me echt om dat ik een Star Wars palet heb. Ja, geweldig jongens. Dit is dus The Child. Een beetje een groen palet. Een Yoda groen, zal ik maar zeggen. Heel erg ja, leuk ook wel. Maar niet iets waarvoor ik normaal gesproken de wekker zou zetten. En klaar gaan liggen voor de deur bij wijze van spreken. Om het te kopen zodra het uitkomt. Hier heb ik echt wel de wekker voor gezet. Ja, de klok dan, de stopwatch. Want bij hun 's ochtends om 9 uur ging die de markt op. Dan is het bij ons 6 uur 's avonds. Dus ik had de klok gezet, stond te koken. En ik dacht, ja! Dus ik had hem al in mijn... Ik stond al helemaal klaar. Gelijk in mijn winkelmandje, gelijk afrekenen. Nou, het stond ik gelijk toch in de wachtrij, want het loopt dan storm, jongens. Want ik ben niet de enige Colourpop-fan en ook zeker niet de enige Star Wars-fan. Dus ik wist, ik moet snel zijn bij deze, want ze zeiden het is limited edition. Dus ik heb denk ik wel 10 minuten moeten doen over het afrekenen. En ik dacht, oh, dan gaat het fout, maar het ging goed. Dus ik heb hem. Yay! Later bleek het helemaal, ja, dat vind ik wel een beetje lullig van ze. Want ik had helemaal het idee van, oh, ik heb nou een limited edition, helemaal leuk, kan ik echt van genieten. Volle prijs voor betaald, maar dat had ik er dan wel een keer voor over. Gewoon om hem te pakken te krijgen. Nou, toen is ook een tijdje uitverkocht geweest, moet ik zeggen. Maar op een gegeven moment dachten ze van, nou, we gooien hem maar weer door de markt op. Dus hij is gewoon nu gewoon weer te krijgen. Dus dat vind ik dan toch minder leuk, voor mezelf. Voor jullie is het wel leuk, want hij is dus nog te krijgen. Dus er zijn regelmatig aanbiedingen bij Colourpop. Dus als jij ook een Star Wars fan bent en van oogschaduw houdt, The Child. Maar mijn nieuwtje is dus... The Mandalorian, dus dat is deel 2 eigenlijk, want dit figuurtje, Baby Yoda, is van de nieuwe Star Wars tv-serie die op Disney Channel is te volgen. Ik heb geen Disney, hè, dus ik heb hem nog niet gezien, maar dat komt vast wel een keertje. Maar daar zit dus een karaktertje uit en The Mandalorian is het andere hoofdfiguur. Dus daar hebben ze nu een bijpassend palet van gemaakt. Ja jongens, en nogmaals, het slaat nergens op, want kijk naar deze kleuren dan.
Hoe dan? Dat is gewoon beige en grijs en oké, een kleine pop of yellow. Maar sorry, maar daar kom ik normaal natuurlijk niet speciaal dit bed voor uit waarin ik weer de wekker moet zetten, et cetera. Maar het is de Mandalorian. Ik wil hem toch hebben. Ik heb besloten dat ik hem ga kopen, maar indachtig wat er hiermee gebeurde, namelijk zogenaamd limited edition, een heleboel moeite doen, volle prijs betalen plus al die extra kosten en dan later denken, oké, dan. Nou is hij toch gewoon in de collectie. Ga ik ervan uit dat ze dat bij deze ook doen. Dus ik heb deze nu overgeslagen. Hij is nu uit. Ik ga niet de volle prijs meer betalen. Ik heb ook niet de wekker ervoor gezet. Ik denk, jullie kunnen me wat. Jullie vullen het vast wel weer aan als het uitverkocht is. Het komt wel. Dus bij de eerste de beste keer dat hij meegaat in zo'n aanbieding. En ze hebben toch wel vaak, zeker 4 keer per jaar en misschien wel vaker hoor. In ieder geval 25% korting, soms 30% korting. Nu met met Cyber Monday, met het cyber, dus zeg maar het weekend na Black Friday hadden ze 40% korting. Ja, en deze was nu ook deze was wel in de aanbieding nu, maar voor, ik geloof 30% korting nu. Dus dat zal dan volgend jaar ook wel zo zijn met de Mandalorian. Dus ik heb geduld, maar hij gaat er wel komen, jongens. Dan heb ik er 2, ja. Ja, ik weet niet waarom, maar daar kan ik kinderlijk blij van worden. Over kinderlijk blij gesproken. Iemand anders die heel blij is, ik weet niet of dat kinderlijk blij is, maar in ieder geval heel blij, is een van de Instagram accounts die ik volg. Zij heet Doodles by the Bunny. En wat zij doet, is zij doodelt, dus ze tekent, hè, ze krabbelt, voor de lol oogschaduwpaletten. Dus als ze heeft gewoon een drukke baan en als zij wil ontspannen, dan houdt ze dus van tekenen. En zij tekent oogschaduwpaletten. En wat ze dan doet, ik ga hier een voorbeeldje neerzetten. Dan pakt ze een bestaande ontwerper, in dit geval Jeffree Star. En Jeffree heeft altijd van die kistachtige paletten. Hè? Dus ook echt een kistje wat je open moet maken. En daar zit dan oogschaduw in. Dus ze heeft zo'n kistje als ontwerp genomen. En eigenlijk haar eigen Jeffree Star palet ontworpen in dit voorbeeld. Dat heeft ze ook nog Blood Moon genoemd, omdat Jeffree Star een hele Blood serie heeft, zeg maar. Dus gewoon een voorbeeld, hè. En zo heeft ze van heel veel merken. Wat ze ook heeft gedaan een paar jaar geleden al, ver voor deze. Dat geeft je wel te denken trouwens. Is deze heeft ze ontworpen. Dus haar eigen Baby Yoda palet. Volgens mij was dat toen net de Mandalorian seizoen 1 uit was. Ja, dus wel een beetje verdacht. Hè? Zou Disney het gejat hebben? Want ze heeft het ook at Disney gedaan. Ja, dat vind ik dan weer niet zo slim. Maar ja, zij hoopte natuurlijk dat ze ontdekt zou worden. Maar ik denk dat Disney het gewoon gejat heeft. Maar goed, of kolenpop bedoel ik dan. Maar goed, anyway. Maar dit is dus wat zij als hobby doet. En nu heeft zij de kans gekregen. Een van de wat kleinere indie brands die ik nog niet kende. Is met haar nu een deal aangegaan. En heeft gezegd, één van jouw paletten die we jou hebben zien ontwerpen. Dus dat is echt een ontwerp van haar die ze al... Nou, ze heeft hem nu van Instagram gehaald inmiddels. Maar die had zij Poison Ivy genoemd. En dat palet is nou gemaakt. Ja, dat is natuurlijk, dat lijkt me zo gaaf. Je zit gewoon een beetje te tekenen. Nou, niet gewoon, maar ze maakt mooie dingen. Je zit te tekenen, je maakt leuke dingen, je ontwerpt. En één van de mensen zegt, ik vind dat inderdaad goed. Ik maak het, samen met jou. En dat is dus dit palet geworden. Het Poison Ivy palet van Milan Rowe, of Milan, ik weet ook niet hoe je het uitspreekt. Dus dat is het merk en ik denk dat het ook de naam is van de eigenaar, vermoed ik. Maar ja, een heel mooi groen palet. Ik heb even gekeken of ik het zou kopen, want ik ondersteun wel graag dit soort initiatieven. Hè. Dus als een klein iemand zoals ik iets leuks maakt en een kans krijgt, vind ik het altijd wel leuk om dat te steunen door iets te kopen. Dus ik had graag met name Doodles by the Bunny gesteund door het palet te kopen. Maar dit is wel heel duur, want hij kost iets van $50... En dan moet je nog inklaring betalen, btw betalen en verzendkosten betalen. Ja, dan komt die ongeveer op 70, $80. Dus laten we zeggen €70 of zo, denk ik, zeg ik even zo hoor. Maar dat schat ik in. Ja, ik steun graag iemand, maar ik vind €70 voor 14 kleuren van een merk dat ik niet ken. Dat gaat zelfs mij te ver. Maar ik heb wel even serieus overwogen. Ook wel om haar te steunen. Ik vind dat leuk. Ik gun dat mensen. Maar er gaat zoveel naar de fiscus dat ik denk, ja. Dus ik heb het nu niet gedaan. Maar ja, je hebt intussen de swatches ook gezien. Ik vind het gewoon leuk. Ik vind het leuk dat zij dat doet en dat ze die kans heeft gehad. Dan nog even terug naar wat ik had laten zien in een van mijn eerdere updates over wat eruit zou komen. Dat was er eentje van Jeffree Star. En Jeffree Star is met zijn Weirdo collectie uitgekomen. Ik liet je daar toen dit palet bij zien. En toen zei ik nog dat ik dat heel leuk vond. En ja, die heb ik wel gekocht. Ik koop echt niet alles wat ik leuk vind, maar deze heb ik wel gekocht.
Ik heb ook zijn cremated palet, dat is die grijzige. Dus op een of andere manier koop ik steeds dat soort kleuren bij hem. Ik weet niet, want hij heeft ook andere kleuren. Maar ik vind dat wel mooi. Ik vind dit een heel mooi palet. En ja, waarom? Ja, als sla je me dood. Ik hoop weer dat hij scherp stelt, jongens. Ik heb zo mijn hand. Oh, ik hoop dat ik het niet verknol. Maar wat ik hier aan zie is echt verschillende tinten grijs. Want als je snel kijkt is het een soort grijs-rood-zwart palet. Maar als je beter kijkt, dan zie je dat hier bij deze grijs zit een beetje een paarsige gloed op. Dit is wel een echte grijs naar mijn gevoel. Dit is een hele donkerrode of een rode gloed op dat grijs. En hier heb je dan ook nog een hele donkere, ja, wijnrode of aubergine-achtige. Dus eigenlijk zijn het echt wel heel verschillende kleuren. Verschillender nog dan ik dacht, maar dat zag ik dus door beter te kijken. En het is eigenlijk niet eens echt rood, hè, wat erin zit. Het is meer een soort, ja, dit is meer een soort kersenrood, denk ik. Hè. Een beetje dat cherry zit er doorheen, dus een beetje een roze gloed ook erop. Niet knal tomaatrood of zo. Dus het heeft wat koels. Om paarsig of rozig te, of tenminste wat ja, koelere kleur te krijgen zoals deze, moet je dus blauw doorheen mengen. En ja, dan past het ineens weer bij mij. Want tomaatrood is wat te warm voor mij, voor mijn huidtype. Maar zo'n koele kleur rood kan ik wel hebben. Ja, dit kan ik sowieso hebben. Dus ik kan eigenlijk al die kleuren hebben. Ik heb er ook al een look mee gemaakt. Dat is deze. En ja, ik vind het eigenlijk gewoon een heel mooi palet. En ik ben blij dat ik het gekocht heb. Ik heb wel even gewacht op een aanbieding. Beauty Bay had deze in de aanbieding. Dus hou aanbieding in de gaten, jongens. Want ook nieuwe paletten krijg je soms gewoon korting op. Ik geloof dat hier toen 25 of 30% best wel een leuk bedrag aan korting heb ik het mee kunnen kopen. Ik weet niet eens of Douglas, Ici Paris en dat soort Nederlandse winkels deze al hebben. Misschien wel, hè. Maar ik heb deze dus bij Beauty Bay gekocht vanwege de korting. Beauty Bay heeft vaker aanbiedingen dan de Nederlandse winkels. In ieder geval op dit soort merken. Wat ik ook nog heb gekocht. Ik heb in een van mijn vorige video's laten zien dat ik deze Matrix palet heb gekocht. Heb ik nou niet hier op tafel liggen. Maar dat heb ik je laten zien. Daar heb ik ook een aparte... Ik heb hem je in de make-up date laten zien om hem aan te kondigen. Daarna had ik hem gekocht. Daar heb ik een aparte video van gemaakt. Dus klik even hier als je die video daarvan wilt zien. Maar wat ik niet... Ik had er verder niks bij gekocht van die collectie. En wat ik nu erbij heb gekocht zijn liquid lipsticks. Deze zijn mat. Het is een setje van twee. Want het ging mij eigenlijk vooral om deze paarse. En ik vind het groene dan niet erg, hoor. Ik wil niet zeggen dat ik nooit groen draag. Maar natuurlijk minder vaak dan deze. Want ja, dit is niet echt een kantoorkleur of zo, zou ik maar zeggen. Hoewel ik het op rustige dagen mezelf nog wel een keer zie doen of zo. Kijk ook op mijn Instagram-account als je me dit soort kleuren ook wilt zien dragen. Ik heb ook wel eens blauwe lipstick op of dat soort kleuren. En die post ik dan wel op Instagram, die wat apartere kleuren. Tot nog toe zijn die aparte kleuren die ik gedragen heb vooral van Jeffree Star geweest. Dus dit is de eerste keer dat ik een ander merk probeer. En de lipstick die ik nu op heb, dat is deze. Dat is die paarsige. En deze heet Mr. Anderson. Dus dat is een van die figuren uit The Matrix. En deze groene, die heet Agent Smith. Dus dat is natuurlijk wel leuk. Nou, het palet wat ik heb, dat heet Trinity. Dus dat is ook een van de figuren. Er is nog een palet, die heet... Nou, vergeet ik het weer. In mijn eigen video vergat ik hem ook. Morpheus. Nou, gelukkig. En nog een Neo palet. Nou, dit is dus Mr. Anderson en Agent Smith. Dus ik vind het wel leuk, die naamgeving, moet ik zeggen. Dit was ook de eerste keer dat ik van XX Revolution, dat is een van de vele Revolution merken, dus XX Revolution, waar dit van is, daar had ik nog verder niks van. Dus de oogschaduw die ik heb gekocht was de eerste van hun voor mij. En deze liquid lipsticks zijn ook de eerste voor mij. Het zijn ook meteen de laatste voor mij, heb ik al bedacht, want ik ben hier niet van onder indruk, jongens. Hij is best wel dik. Een beetje, ja. Ja, je ziet dat nu natuurlijk niet. Dat hij dik is, maar nou, weet je wat? Ik zal hem even swatchen. Ja, ik voel het ook weer. Het is net een soort van alsof je Nutella of zo. Of zo dik, zo dik is hij niet, maar zo voelt hij. En dan zit ik wel een beetje te kliederen. En wat ik er dus ook niet fijn aan vind, ook nu op mijn hand zie ik het ook weer. Hij is best wel patchy, dus een beetje vlekkerig bij het aanbrengen. Hè? Dus hij is niet helemaal dekkend meteen. Ik vind hem wat ongelijkmatig. Kijk. Ja, ik heb heel veel andere lipstick die vele malen beter is. En dat zit hem vooral in de dikte. Dus
ietsjes dunner, dan smeert hij niet alleen fijner, maar ook gelijkmatiger uit. En nu moet ik best wel een dikke laag aanbrengen om de vlekken weg te halen. En wat je hier op mijn hand ziet, dat is dus ook op mijn lippen. Dus als je dat goed doet, dan is het oké. Maar er hoeft ook maar dit te gebeuren, dat er alweer een laagje afgaat of zo. En dan komt dat vlekkerige weer tevoorschijn. Ja, ik vind dat, daar ben ik niet van onder de indruk. Dus oké, het is ook niet duur, hè. Het is niet duur. Het kost niks en dan heb je ook niks, zeg ik altijd maar. Ik zal die groene nog even soortje. Ja, geen gekke kleur op zich, hè, als je ervan houdt, van dat groen. Maar ook hetzelfde. Hij is iets minder dik dan die paarse. Dus hij, ik moet wel zeggen dat die groene beter is. Hij smeert beter uit en ook minder vlekkerig. Dus ik denk dat deze op de lippen ook wel fijner aan te brengen is, die groene. En minder vlekkerig. Hè. Je ziet het misschien ook al wel een beetje. Dus dat over de Revolution Liquid Lipsticks die ik heb gekocht. Wat ik ook heb gekocht, nu weer even iets verder terug naar het heden, is de nieuwste kerstcollectie van Holotaco. Holotaco is mijn favoriete nagellakmerk, zoals jullie weten. Zij doen van aan de holografische nagellak, dus met allemaal van die holografische schitteringen erop. Je ziet het hier ook al naast mij. Hun kerstcollectie bestaat uit 6 kleuren, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja, 6 kleuren en deze keer heeft ze gekozen voor wat klassiekere kleurcombinatie. Want je kunt zeggen, het is redelijk cliché dit voor kerst. Maar voor haar, het is geloof ik de tweede of de derde kerstcollectie die ze nou uitbrengt. En zij heeft de eerste keer juist gekozen expres voor de wat ja, juist minder traditionele kleuren. Dus ook met blauw erin en zo. Dus voor haar is dit dan nu de eerste keer. En er zit ook een bruine in en een zwarte. Maar voor de rest, ja, rood, geel, groen of geel is eigenlijk goud. En dan nog een heel diep, ja, beetje wijnrode. En dat is dan allemaal met een holografische glitter. En die holografische glitters van haar, die hebben zelf ook een kleur. En dat is wel een verschil met de ja, standaard holografische glitternagellak die je hier ook wel in de kruidvat kunt kopen. Want die holografische glitterdeeltjes zijn zilverig. Dus dan doe je zilver in een gekleurde nagellak en dan heb je ook wel glitter. Maar dat is anders dan als de oogschaduwdeeltjes zelf ook een kleurtje hebben. Niet allemaal. Sommigen hebben een ander kleurtje ook nog weer dan andere. Dus dat is ook echt haar merkspecifieke ding. Daar is zij ook goed in en daar koopt ze ook op in. En ja, ik dacht ik ga ervoor. Dus van de 6 kleuren heb ik er 4 gekocht. Oh, nou zit ik liquid lipstick te knoeien. Oh, hij is nog niet eens droog op mijn hand. Ik ga even mijn hand schoonmaken, want ik smeer alles onder, merk ik. Oh, dit is trouwens ook wel mooi. Dit is ook wel mooi, vind ik zelf. Dat groen en paarse. Misschien moet ik dat eens doen op mijn lippen. Maar dat geheel terzijde. Ja, je ziet dus ook hoe dik die is, die lipstick. Want hij was dus nog niet eens opgedroogd. Zo dik is die. Nou, ik maak het straks wat beter schoon, maar hopelijk geef ik nu wat minder af. Anyway, ik had dus over Holotaco. Dit zijn de bruine en de gouden. Ja, heel mooi. En dan de rode en de wijnrode. Ja, ook heel mooi. Ik gok, hè jongens. Ik hoop echt dat het in beeld was. Ja, dus ik heb die dus alle 4 gekocht. En ja, er komt vast zo'n moment dat ik ze op heb. Ik heb nu andere nagels op. Dus ja, dan moet je het daar even mee doen. Ook leuk. Maar dat is dus Holotaco. Ook Holotaco heeft regelmatig aanbiedingen. Het is goede nagellak. En ja, sla je slag. Bij Holotaco is de prijs de prijs, dus zij zorgen ervoor dat de BTW er al bij in zit. En vanaf een bepaald bedrag is het ook gratis verzenden. En dan wordt het best aantrekkelijk, maar en, ja, aantrekkelijk in de zin van om het dan van overzee te laten komen. Hè. Het blijft, ik wil niet zeggen prijzige nagellak, want prijzige nagellak, dan denk ik aan de dure merken zoals Chanel, Lancôme. Nou ja, en meer weet ik er even niet, maar die zijn allemaal 30, 40 euro of zo. Dat vind ik prijzig. En goedkoop vind ik dan 1, 2 euro, hè, van de Essence of zo bij de Ethos. En dit zit daar precies tussenin, zo rond de 15 euro, afhankelijk van wat jouw aanbieding was en of je wel of geen verzendkosten hebt weten te besparen. Het kan ook naar de 12 euro opschuiven als je slim inkoopt. Dus zeg zo tussen de 12 en de 15 euro all-in, hè. Dus alles bij elkaar van deur tot deur. Per nagellakje. En dat vind ik redelijk voor een nette prijs voor zulke goede nagellak. Niet alleen goed, maar ook heel erg mooi en uniek. Ik heb nog geen andere nagellak gevonden met
hologlitterdeeltjes die van zichzelf niet alleen gekleurd zijn, maar ook nog divers gekleurd zijn en ook nog verschillende maten hebben. Dus je hebt grote, kleine en middelgrote glitterdeeltjes in de gel zweven. En dat is wat het wel een heel bijzondere glans geeft. En je ziet het hier ook naast me. Dat zijn mijn eigen nagels. Die heb ik toen zwart gelakt met een doorzichtige holo nagellak erover. Maar daar zie je dat ook. En kijk naar mijn Holotaco nagellak video. Als je het me wilt zien aanbrengen en helemaal wilt zien lakken. Dus dat was dat. Deze van Too Faced, dat is hun nieuwe oogschaduwpalet. Volgens mij voor nu rond de kerst. En anders voor vlak daarna. Dat het echt in januari of zo uitkomt. En hij heet Too Femme of Too Femme. Net hoe je het uit wil spreken, Engels of Frans. Heel mooi palet. Ik vond hem weer heel aantrekkelijk en aanlokkelijk en al dat soort dingen. Ik heb één ander Too Faced palet. Die vond ik ook mooi en fijn. Maar deze mag ik niet kopen van mezelf. En ik zal je ook vertellen waarom. Hij lijkt me eigenlijk, als ik eerlijk ben, te veel op Huda's Mercury Retrograde. Dat is deze. En daar heb ik zelf een kopiepalet van. Dus ik heb niet Huda's palet, maar ik heb wel de kopie van dat palet. Kijk maar. En dan zie je ook dat die echt wel op die van Huda lijkt. En daarmee dus ook op deze van Too Faced. Hè? Laten we wel wezen, er zit niet een wereldschokkend groot verschil tussen deze oogschaduwpaletten. Huda heeft natuurlijk 18 kleuren en Too Faced 14. Dus we hebben meer kleuren ook bij Huda. Of in dit geval bij You Can Be. Deze van You Can Be is trouwens niet meer te krijgen. Dit is de Bubble Nebula van You Can Be. Voor zover ik weet is die er niet meer. Maar die van Huda natuurlijk nog wel. En ja, ik weet niet of je er gebruik van hebt gemaakt. Maar in de Black Friday was die onwijs in de sale. Dus ook als je hem gemist hebt en je denkt, oh, nou, wacht dan weer op de volgende aanbieding. Want een paar keer per jaar heb je ook bij de IC Paris wel 30% korting. Niet alleen op Black Friday. Hè? Dus wacht dan op de volgende sale. Dan kan je het Huda palet kopen. Of je kan natuurlijk die van Too Faced toch kopen. Dat kan natuurlijk wel. Hè? Als je dacht, maar ik zeg al, bij Huda heb je dan wel 18 kleuren. En natuurlijk net iets anders. En misschien vind je net de formulering. Want ze hebben natuurlijk verschillende formuleringen. Ik ben zelf niet zo van de grote paletten van Huda, omdat daar heel vaak ook glitter oogschaduw in zit. En ik heb die geswatcht bij de IC Paris. Persoonlijk vond ik hem niet zo fijn voelen aan de ogen. En die van Too Faced, die heeft volgens mij geen glitter. Maar wat ik bij Too Faced, bij deze weer het nadeel vind, is dat er ook... Het is ook een face palet, hè? Het is een eye en face palet. Dat is heel erg in op dit moment bij de make-up merken, om dus een gezichts- en oogschaduwpalet in één te doen. Dus dan heb je een bronzer en een highlight erbij in. Ja, ik hou daar niet van, want ik gebruik geen bronzer, ik gebruik geen highlight. Dus dan zijn het een soort van oogschaduwen ineens, maar dan heel groot. Dan denk ik, ja, had daar dan nog twee, of eigenlijk vier dan in dit geval, kleintjes van gemaakt. Dan had je ook 18 oogschaduwen gehad. Dus, nou, ik weet niet. En dat, Anastasia Beverly Hills zei dat ook al, hè, met deze Primrose die ik je de vorige keer liet zien. Dus ik denk, hou er eens mee op. Als ik blush of contour of bronzer wil, dan koop ik dat zelf wel. Bovendien, ook als je het wel gebruikt, het moet maar net jouw kleur zijn. Kijk, oogschaduw maakt het niet uit. Kan je alle kleuren van de regenboog op je oren smeren. Of op je oren. Je kan ook op je oren. Maar op je ogen smeren. Maar een bronzer, dat luistert best wel nauw. Je wilt toch een kleur die bij jouw huidkleur past. Die bij de diepte van jouw huid past. Ja, dan zit je met zo'n palet, zit je eraan vast. De kans dat het niet jouw kleur is vrij groot. Want het is maar één bronzer. En nou ja, highlighter kan dan misschien nog wel bij iedereen. Maar die bronzer of blush, ik weet niet eens wat het is. Dus ik vind het niet handig en niet slim. Maar ik weet dat er mensen zijn die vinden dit weer heerlijk. Want dan hebben ze maar één palet nodig op hun toilettafel waar ze dan 40 jaar mee doen. Dus ja, er is voor elk wat wils, denk ik dan maar. Maar ik ben niet die elk. Nou, speaking of oogschaduw en face combinaties. Natasha Denona, die kan er ook wat van. Want die is nu met haar, ik heb hem al genoemd in een van mijn vorige video's. Volgens mij in mijn Black Friday tip video zit deze ook. Meer om de website van Natasha te tippen eigenlijk. Maar dit zijn haar nieuwe glam, hoe noemen ze nou? Glam face paletten geloof ik. Ja, glam face paletten. Dus glam van dat glam palet van haar. Van die hele neutrale oogschaduw palet. Denk ik dat het hoort dus bij haar glam serie. En dan nou ja, face vanwege dus die twee face, wat is het? Pigmenten die daarin zitten. Dus een highlighter weer en dus weer, ik geloof een blush dat dit de bedoeling is. En je ziet wel dat ze de twee heeft uitgebracht. En haar bedoeling is dus of voor de lichte huidkleur of voor de donkere huidkleur. Dus dat zijn de verschillen ook tussen die twee. Lichter en donkerder.
Dus oké, dat kan ik me voorstellen. Ik zou, en natuurlijk kan iedereen alle paletten gebruiken, hè. Ik ben niet verplicht om. Ik zou denk ik zelf, als ik het al zou kopen, zou ik die donkerdere kopen. Omdat ik daar meer plezier uit haal voor mezelf aan wat donkerdere oogschaduw. Maar goed, er zijn natuurlijk hordes mensen die juist voor de lichtere gaan. Maar ik ga dit niet kopen, want ik hou dus niet van die blusher en die highlighter. Je betaalt je weer scheel. En dan om daar in mijn geval dan van de helft niks te gebruiken. Dat is dus niks voor mij. Maar ik heb ook mensen gehoord, nou, die zijn helemaal verliefd op deze paletten. Want die zeggen, oh, eindelijk ook Natasja Denona kwaliteit in één palet bij elkaar. Hè? Die wachten daar juist op. Dus dat is heel grappig. Mensen hebben toch allemaal verschillende smaak. Dus ja, dat blijft leuk. Maar goed, ik val hier dus niet op. Dan Makeup Revolution. Dus nu echt Makeup Revolution en niet XX Revolution, maar Makeup Revolution. En zij hadden ooit hun Chilled palet. Dat kun je hier en daar nog wel krijgen. Het begint wel uitverkocht te raken. Volgens mij is het aan hun zijde al uitverkocht. Dus is het hooguit nog een restje wat in de winkels ligt. Deze heb ik trouwens zelf heel lang een oogje op gehad. Want ik hou wel van dat zeegroen. Maar ik heb het niet gedaan. Want ik vond dat ik al te veel van die kleur had zelf. Om dit nog te kunnen rechtvaardigen. Maar iedere keer als ik hem zag, dacht ik, oh, zal ik hem kopen? Maar ik heb het niet gedaan. Maar als Off Revolution dat weet, want ze hebben nu het verdrievoudigd, want er zijn nog twee chilled paletten bijgekomen. Dat zijn deze twee, een hele grote. En nog zo'nzelfde formaat als die andere, maar dan in net iets andere kleuren groen, zodat je een serie kan maken. En deze heet dus chilled, omdat ze letterlijk bedoelen peace man. Echt, het is met de hashplant, met de wietplant, zeggen ze dat daar bepaalde bestanddelen van in die pigmenten zijn verwerkt. Dus dat je helemaal chilled oogschaduw op hebt. Ja, cannabis moet ik zeggen. Ja, ik was even de naam kwijt. Ze zeggen het is dat er cannabis sativa in zit. Dat is denk ik de Latijnse naam van die plant. En dat was in dat andere palet, dus dat eerste palet ook al zo. Dus dan heb je een soort hash-collectie. Als je dat een leuk thema vindt, is het denk ik wel geinig. Wat mij zelf opvalt aan die wat kleinere, die van 18 oogschaduwen, dat die linkerhelft daarvan, ja, niet om het een of ander hoor, maar dat lijkt gewoon ontzettend veel op deze. Hè? Dan moet je even andere kleurvol, even de kleuren in een ander volgordetje leggen. Dus die donkergroene zit bij hun dan in het midden bijvoorbeeld. Hè? Dus dan moet je even wat dingetjes omwisselen. Maar ja, het scheelt niet veel. Dus het zou mij niet verbazen als ze stiekem met een schuin oog zo naar dit palet hebben gekeken. Omdat dit natuurlijk een heel populair palet was. Ja, ik vind het echt wel opvallend. Ook met diezelfde aparte kleuren groen, zeg maar. Wat mij ervan weerhoudt om het te kopen. Want ik vind dat dus een hele mooie kleur. Dus iedere keer dacht ik, oh, mooi weer. Maar ik dacht, ja, maar ik heb de Child. Hou op. Dus ik heb het niet gedaan. Ik ben sterk geweest, jongens. Applausje voor mij. Maar voor jullie is het, als je het nog niet hebt en je hebt de eerste ook niet en je vindt groen mooi, of dat zeegroene, is dit denk ik wel heel aantrekkelijk. Want het is wel heel betaalbaar. Makeup Revolution. Deze kostte volgens mij, maar dat zeg ik even uit het hoofd, die van 18 kleuren kost volgens mij meestal tussen de 12 en de €15. Als het niet in de aanbieding is en die grote volgens mij zo 1, €22, gok ik even. Maar ik zou dus op een aanbieding wachten, jongens. Want meestal is zo'n collectie zeker een paar jaar wel op de markt. Nou, minstens een jaar op de markt. Dus je gaat zeker met andere aanbiedingen nog meemaken. Hè? Dus als je hem nu gemist hebt bij Black Friday, sla je slag. Dan eentje die ik zelf echt wel heel verleidelijk vind, is deze van Colourpop. Colourpop brengt net als Revolution. Ik denk dat ze een wedstrijd zouden kunnen houden wie de meeste collecties uitbrengt. Ik weet niet wie die zou winnen. Oprecht niet. Voor mijn gevoel brengen ze elke week een nieuwe collectie uit. Allebei. Met collabs en met de hele shit. Maar goed, het is wat het is. Ik vind die grote paletten leuk van Colourpop. Omdat ik daarmee ongeveer alle kleinere na kan maken. Ik heb natuurlijk wel wat kleinere. Zoals deze. Maar ook zoals deze. Hè. Dus dit is natuurlijk een kleinere waarvan je denkt, ja, oké. Maar dat komt ook omdat ik deze uitzonderlijk mooi vond. Maar over het algemeen koop ik alleen de grotere paletten. Dus ook hè, zoals deze. Dat is deze maat. Dus deze is ook deze maat met 30 oogschaduwen erin. Even voor het idee, voor de grootte. En ik heb de indruk inmiddels, ik heb er nu 5 van die grote. Ze hebben er 7 uitgebracht. Eentje daarvan is niet meer te krijgen. Dat is So Jaded. Eentje vind ik niet mooi omdat hij. Of nou, niet mooi moet ik niet zeggen. Hij is wel mooi. Maar ik vind hem echt te veel overlap hebben met alle andere grote paletten. Ik heb het zo bedacht. Als je een warme huidkleur bent. Huidtype bent, niet kleur. Dan kan je beter Player Jewel kopen als herfstpalet. En als je een wat koeler huidtype bent, zoals ik. Dan kan je beter It's a Mood kopen. Als je ze naast elkaar swatcht. Er zijn natuurlijk mensen die dat hebben gedaan. Hoef ik het niet te doen, hè?
dan zie je de enorme overlap tussen de twee. Maar dat dus die Player Jewel ietsjes warmer is. Ietsjes, ja, net een andere kleurnuance. Dus dat zou mijn advies zijn als je een van beide of beide overweegt. Ik zou beide dus niet doen. Of je moet echt een verzamelaar zijn, dan moet je het vooral wel doen. Hè? Als je een completist bent. Maar ik vermoed dat Nederland niet zoveel Colourpop-completisten heeft. Dus koelere huidtypen is deze beter geschikt voor. Kan je toch herfstkleuren op, hè? Want voor koelere huidtypes is herfstkleuren best lastig, want die zijn allemaal te warm. Maar dit kan ik op. Yay! Maar deze dus, die allernieuwste, want zo kwam ik erop. Ja, die vind ik ook wel weer aantrekkelijk, jongens. Oeh, ik vind het heel moeilijk. Ik vind het heel moeilijk om dit niet te kopen. Als ik hardop denk, redenen om het niet te doen. Er is een beetje overlap met Stone Cold Fox, die ik van hun heb. En ook een heel klein beetje overlap met bijvoorbeeld met die andere die ik van hen heb. It's All Good, dat is deze. Hier en daar wat schaduwen, hè, die lichtere roze. Er is ook een piepklein beetje overlap zelfs met deze. Dan heb ik het nog niet gehad over dat meldpalet wat ik jullie vorige keer liet zien. Hè. Dat is deze. Zelfs daar, en die pannetjes kan je er ook uit halen. Dus het is, ja, wel die denk ik iets, die zijn iets paarser. Deze neigt iets meer roze. Maar waarom ik deze nou toch aantrekkelijk vind? Ja, ik weet waarom ik dat vind. Die It's All Good bijvoorbeeld, die heeft wel roze en zo, hè? Maar die is toch iets warmer. Ook wat feller natuurlijk, hè? Het is een hele andere stijlpalet. Het is meer een zomerpalet, heel vrolijk, felle kleuren, harde kleuren, maar ook warm roze, zalm, warme ondertonen over het algemeen. Wat niet erg is, omdat ze zo fel zijn. Hè? En omdat ik ook een donker type ben, een contrastrijk type ben, kan ik dat wel hebben. En deze zijn koeler. Dus hier zijn de kleuren wel zacht, maar ook koel. Cool. Nou zit dat een beetje op het randje bij mij, dus ik moet even voor mezelf. Hè? Ik zeg niks over jullie, hè? You do you. Hè? Maar als ik naar mezelf even hardop denk, denk ik, ja, moet ik het wel doen? Kijk, er zitten 6 hele mooie diepe kleuren in. Die kan ik sowieso gebruiken. Er zitten een paar hele mooie metallic shimmers in. Waar mijn oog ook wel echt opvalt. Die ook niet te licht zijn. Maar wat me tegenhoudt nu is de ook wel hele lichte matten die ertussen zitten. Maar dat zijn er niet zoveel, moet ik zeggen. Even tellen. 1. Een stuk of 4 echt hele lichte matten. Ja, dat is natuurlijk niet zoveel op zijn groep. Nou, ik twijfel nog. Ik heb hem nu niet gekocht. Hij is al uit. Ik heb zelfs de Black Friday aanbieding overgeslagen. Of de Cyber Weekend aanbieding waar dit palet ook echt bij zat. Dus ik had hem goedkoper kunnen krijgen. Ik heb het toch niet gedaan. Ik ben sterk geweest. Want ik wilde nog even heel serieus over nadenken. Wat ik ook aantrekkelijk vind zijn dus die uitneembare pannetjes. Want ik denk, ja, met deze kan ik weer een heleboel andere paletten nog dichter benaderen. Hè? Die ik met de paletten die ik nu heb misschien niet zo dicht kan benaderen. Maar, nou, I'll think about it. Laten jullie ook even weten wat je ervan vindt in de comments. Jongens, vinden jullie dit een mooi palet? Het lijkt natuurlijk ook weer op die van Natasha Denona. Of andersom, Natasha Denona lijkt op die, al die andere. Dus het is ook wel in, hè, dit kleuren. Hè. Je hebt dus die Melt Cosmetics die ik had gekocht, die Season Parties. Je hebt Retro van Natasha Denona. Je hebt de Smoke and Roses, zo heet deze van Colourpop. Volgens mij vergeet ik er nog een heleboel. Die allemaal, dus het was echt wel ook het kleurverhaal van dit seizoen op een of andere manier. I don't know why. Ik heb weer een memo gemist. Wat ik zeker ook nog wil noemen, oh, dit wordt weer een lange video jongens. Wat ik zeker ook nog wil noemen is die van Melt Cosmetics, of Lethal Cosmetics, sorry, Lethal. Dat is dat Duitse merk waar je losse oogschaduwen kan kopen of je eigen paletten kan samenstellen. Zij komen nu met multichromes uit, je ziet het ook al hier naast me. Ze komen met 9 kleuren uit. Je ziet ze hier gesort steeds op 2 keer donkere huid, 2 keer lichte huid. En 1 keer in vol licht en 1 keer in een wat gedraaid licht. Zodat de shift van die schaduwen duidelijk zichtbaar wordt, hè, op die handen. Het zijn dus 9 verschillende kleuren. Ik geloof dat 7 daarvan een transparante basis hebben. Waardoor ze voor mij meteen weer ietsjes minder aantrekkelijk worden. Ik zou er best wel 1 gaan proberen hoor, maar niet meteen. En 2 hebben een donkere basis, dus die zal meteen ook echt goed zichtbaar zijn. Dark Matter bijvoorbeeld zal goed dekking geven ook op je ogen. Dat is met een transparante basis altijd minder, heb ik de indruk. Dus dat zijn dan ook altijd heel geschikte toppers. Of je moet echt glitter oogschaduw glitterlijm voor ogen eronder doen en dan dat een dik aanbrengen. Dus ik denk dat ik, want die met die donkere basis, die zijn te warm voor mij. Hè? Die dark matter vind ik heel erg mooi.
Maar het is volgens mij een beetje zo'n roestbruin, rood, warm, paars. Dus allemaal warm, warm, warm. Ja, schitterend mooi, maar dat moet ik gewoon niet doen op mijn ogen. Dat is zeker zo donker, zo fout op mijn huid. En die lichtere, ja, ik denk dat ik die iets te transparant ga vinden. Dus te eilig. Maar wat ik denk ik ga doen, ik ga wachten tot... Want normaal gesproken kunt dit meteen kopen nu, hè, in Duitsland op hun website lethalcosmetics.de. Kun je dit gewoon kopen, 8 euro verzendkosten. Natuurlijk geen inklaring, want het is de EU. Dus verder geen gezeur. En dit is in de aanbieding in de zin van als je het... Kijk, als je ze loskoopt, kosten deze multichroom 17 euro. Wat een pittige prijs is. Op zich het is een gangbare prijs voor hele goede multichrooms. Dan heb ik het over Clionat kwaliteit of Terramoon kwaliteit. Maar ik ken de Lethal is goede oogschaduw, maar ik ken de Lethal multichroom kwaliteit niet. Dus dan vind ik 17 euro best pittig, want dan is het weer een experiment. Dus dan zou je er eigenlijk één moeten kopen om het uit te proberen. En ik vind 17 plus dan 8 euro verzending, dan wordt die al 25 euro voor één oogschaduw. Dat vind ik zelf overdreven, dus dan zou ik er weer wat meer bij moeten kopen. Nou ja, bla bla bla, zoveel heb ik op dit moment niet nodig bij Lethal. Dus wat je ook kan doen, als je ze wel alle 9 meteen heel mooi vindt, dan kun je ze per 9 met wat korting krijgen en een paletje erbij. Want dit is normaal gesproken samen met palet geloof ik iets van 170 euro. En nu kan je dit met paletten al voor 150 krijgen. Dat is op zich dus netjes. Zo'n palet kost, dacht ik, leeg dan. Want normaal koop je ze leeg, die paletjes. Ik dacht dat wat leeg iets van een tientje of zo kost, 12 euro. Ik dacht 12 euro. Dus dan zou je zeggen 150 min 12... is 138 gedeeld door 9 oogschaduwen, is dan 15,30 euro per oogschaduw. Dus dan heb je iets van 2 euro korting eigenlijk per oogschaduw als je dat zo koopt als palet. Maar het is natuurlijk pittig. 150 euro voor 9 kleuren waarvan je de kwaliteit nog niet weet. Ja, dan moet je al wel echt ook weer een completist zijn of een diehard fan. Dus wat mijn plan hiermee is, want ik wil het natuurlijk wel uitproberen, is ik ga wachten tot de Douglas ze ook heeft. Dat duurt altijd even. Hè? De Douglas loopt een paar maanden achter over het algemeen op de nieuwe collectie steeds van Lethal Cosmetics. Maar het komt altijd wel. Als je maar lang genoeg wacht, dan ligt het uiteindelijk ook bij de Douglas online. Het ligt niet in de winkels, maar online. Dus er komt een punt, dan is dit online te verkrijgen bij de Douglas. En dan ga ik er gewoon eens eentje kopen. Met zo'n transparante basis dan wel. Want ik zeg al, die donkere, dat is te warm voor mij. En dan kijk ik even of die echt heel eilig is. Of dat die toch wel mooi dekt. En ja, dan kan ik altijd nog kijken of ik een keer weer gebruik maak van een aanbieding. Dus dat is mijn plan. Ja, dus dat is een tip jongens. Als je van multichromes houdt en echt niet in Amerika wilt bestellen, om wat voor reden dan ook, dan kun je ze nu in Europa krijgen. Je kon ze natuurlijk al in Europa krijgen, namelijk bij Glamshop. En Glamshop is wel een stukje betaalbaarder, kan ik je wel zeggen. Dus daar ga ik ook nog een keertje een aparte video over maken. Maar dan wil ik je nog een hele aparte laten zien. Het is een voor mij onbekend merk, maar zo mooi. Dit is helemaal gebaseerd op dat beroemde schilderij, wat je hier ook achter mij ziet. En daar heeft het merk Base Blue Cosmetics, mij dus onbekend, heeft daar een oogschaduwpalet op ontworpen. Dus kijk maar, het komt er helemaal uit. Hè? Dus dat is dan de verpakking. En dan moet je kijken, dit is de oogschaduw die je hier ziet. Dus haar gezicht. Dus ze hebben de oogschaduw in de vorm van haar gezicht gedaan in het doosje. Ja, ik vind dat schitterend mooi. Zo origineel. En moet je kijken, die verpakking ook. Oh, dat is echt wel heel mooi hoor. Echt mooi gedaan. Dus ja, ik heb verder geen idee of het slim is om dat te kopen. Of dat het duur is of niet. Vast wel. Daar heb ik nog geen informatie over. Maar ik vond het gewoon zo mooi en zo apart dat ik het je gewoon even wilde laten zien. Gewoon voor de fun. En dan echt last but not least eindigen we weer bij Viseart. We zijn daar ook mee begonnen. En ik vind het wel leuk om er ook mee te eindigen. Omdat Viseart, ik had net, echt net dit blauwe paletje gekocht. Helemaal leuk. Ik denk, heb ik weer echt een leuke blauw erbij. Ook een goede kwaliteit blauw. Flikken ze me een kunstje, jongens. Komen ze met dit palet uit. Serieus? Dat is toch bijna hetzelfde? Had ik dat geweten, dan had ik die natuurlijk gekocht. Dan had ik er gelijk 8 gehad. Het scheelt meestal niet zo eens zo heel veel in prijs. Een tientje extra meestal voor 2 keer zoveel oogschaduw. Dus dat irriteert me mateloos dat ze dat nou weer zo doen. Het is natuurlijk niet precies hetzelfde. En als ik wil, kan ik dat natuurlijk toch nog wel kopen. De Petit Pro Paris Étoile is het. Heel erg coole tonen. Dat vind ik er ook mooi aan. Het is een soort grungy palet, maar dan cool. Dat, ja, het is wel weer goed gedaan qua kleurverhaal. Je kan misschien zeggen, het is een beetje
Nou, ik weet ook niet wat je denkt. Misschien vind je het niet zo interessant of niet zo boeiend, niet zo sprankelend. Bedoel ik eigenlijk, het zijn natuurlijk niet hele felle, levendige kleuren. Maar als je goed kijkt en jij bent een cool huidtype, dan is dit bijna het ideale palet. Hoe suf het er misschien zo op het oog ook even uitziet. Maar het is bijna het ideale palet. Daar zitten hele donkere in, daar zitten hele lichte in. He, dus het lichtbereik is heel goed, het contrast is heel goed. Koele tonen en verschillende koele tonen daarin, dus blauw maar ook paars. Grijs en een paar neutrale die niet te warm bruin zijn. Dus die ook eentje waarmee je zo uit kan blenden, zo'n beetje zo'n huidkleurige. En ook twee lichtere shimmers voor ofwel in de inner corner, dat is dan die helemaal linksboven zeg maar. En dan die iets meer daaronder zit, die zou je zelfs ook, die kan je of in de inner corner doen. Zeker ook als je wat donkerdere huid hebt. Maar die kan je ook gewoon over de hele ooglid aanbrengen. En ook dat is meer een soort koele tegen het champagne aan als ik het zo bekijk. Ja, ik vind het heel aantrekkelijk. En ik ben ook tegelijkertijd geïrriteerd. Kan ik je wel zeggen. Het is wel, als ik eerlijk ben, complementair. Want de blauwe in deze zijn echt anders dan in dit Petit Pro Paris Étoile. Want in die Paris Étoile is de felblauwe is mat. En in deze is de felblauwe shimmer of metallic. Deze heeft ook een hele lichte zilverhemelblauwe metallic. Dat heeft de Paris Étoile niet. Hè? Die heeft meer dat champagne. Dus ja, eigenlijk kan ik het toch wel doen. Nu ik het aan jullie uitleg, hoor ik het mezelf zeggen. En ik denk, het zijn helemaal verschillende paletten. Wat erg jongens. Maar ik denk dus dat ik hem ga kopen. Maar ik wacht wel op een aanbieding. Meestal zijn deze dus nieuw zo rond de 30, 35 euro. Dus ik ga denk ik even wachten tot ik het misschien voor 25 of 28 of zo. In ieder geval onder de 30. Ik wil er minder dan 30 euro voor betalen. Maar dan heb je wel weer goede oogschaduw. Dat is dan overigens wel kleinere pan. Ik zeg wel twee keer zoveel oogschaduw. Dat is niet helemaal waar. Het is twee keer zoveel kleuren. Maar de pannetjes zijn wel groter in deze. Deze is 1,5 gram per pannetje. En die Petit Pro serie, die zijn 1 gram per pannetje. Dus daar krijg je 8 gram en hier krijg je 6 gram. Ja, dus dan klopt de prijs eigenlijk precies. 20 en 30, ja dat klopt dan precies. Nou, ik had het kunnen weten. Nou, oké jongens. Jeetje, wat een lange video. Ik dacht, ik doe het even snel, want ik kan niet alles aan jullie vertellen. En ik ben weer aan het lullen. Maar goed, het is even in my defense. Het was ook een beetje een haul video. Ik heb jullie heel veel laten zien van wat ik gekocht heb. En waarom ik het gekocht heb, tips daarbij. Dus het is wel meer dan alleen maar puur update. Dat moet ik er dan bij zeggen. Dus ja, ik hoop dat je het gezellig hebt gevonden, jongens. Klik het duimpje omhoog als dat zo is. Als je vragen hebt, laat het me weten. Ook over bestellen, bestelprocessen. Ik koop dus veel in het buitenland, zoals je al merkt. Ik draai er mijn hand niet meer voor om. Het is vaak even duur of goedkoper. En je kan meer krijgen, want sorry, maar dit hebben we niet in Nederland. Haha. Dus de Mandalorian gaat er zeker ook komen bij mij. Maar ook ja, andere dingen van Colourpop. Dus dat en ook de Holotaco natuurlijk. Ja, en nou ja, goed. Hè? Ik koop het ook in Rusland. Zie mijn Russische video over de Russische oogschaduw. Als die hier nog bij past tenminste. Als ik zo doe en er zit niks, dan was het een lijstje vol. Want je kan er maar 5 inzetten. Dus ik weet eigenlijk niet hoe vaak ik nou dit heb gedaan. Dus ja, klik duimpje omhoog. Ik kijk even wanneer ik weer een nieuwe video maak. Dat lukt me niet altijd elke week. Kerst komt er ook aan, jongens. Het is de drukke tijden komen eraan voor de feestdagen. Ik ben van plan om een Black Friday of Cyber Weekend haul voor video voor jullie te maken. Dus wat heb ik zo al gekocht, bijvoorbeeld? Maar dan kijk ik even of ik echt alles laat zien, want dat wordt ook weer 100 uur. Of dat ik meer een categorie daaruit licht, oogschaduw bijvoorbeeld, of parfum of zoiets. Dus ik kijk wel even. Maar er komt iets van een Black Friday, Cyber Monday, weekend of whole video aan. En ik denk dat ik ook nog wel een parfumvideo ga maken, maar nou, ik weet niet of dat allemaal weer gaat lukken voor de kerst. Dus als de frequentie iets afneemt, dan ligt het daaraan. Ook weer drukke tijden op het werk. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar als de kerstvakantie eraan komt. Dat is zelfs met de zomervakantie. Je denkt, ik ga vlak voor de vakantie even rustig opruimen en rustig naar de kerstvakantie toe. Bij ons is het dan het grootste gekkenhuis aller tijden. Alsof de wereld vergaat met oud en nieuw. En ook bij de zomer ook dat de wereld vergaat. Dus dan moet alles nog op het laatste nippertje toch nog af. Deadlines worden aangehaald. Iedereen gillend gek de vakantie in.
Dus ja, of ik heel veel tijd heb om dan ook nog video's te maken en te editen, dat weet ik niet. Ik hoop het wel, want ik vind het ook heel erg leuk om te doen. En wat mij stimuleert is ook als jullie dat laten weten dat je dat ook echt wel leuk vindt. Dat helpt natuurlijk wel. Dan ga ik het sneller wel doen, zal ik maar zeggen. Nou, hoort zegt het voort. Laat al je vrienden en vriendinnen ook abonneren en liken. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Dankjewel voor het kijken. Doei!